Een hele goedemorgen en welkom bij de VZSM van donderdag 8 augustus. Ajax neemt het op tegen Panathinaikos in de voorronde van de Europa League. Go Ahead heeft uh, ja, een uh, hele ja, berg goud binnen, misschien uh, kunnen we het zo zeggen, Sander Jansen. En een aantal transfers, het meest gelezen, dus we, we hebben ook een soort transfer talk. Dat combineren we allemaal deze morgen met Sander Jansen. Een hele morgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, ik uh, zei het al, het meest gelezen allemaal, uh, waren allemaal transfers. Dat begint nu echt uh, een beetje te borrelen. De markt begint een beetje op gang te komen. Alhoewel voor Teun Koopmijners uh, nog niet goed genoeg. Want die heeft aangegeven dat hij straks niet meer wil trainen als die stap niet uh, snel komt naar Juventus. Ja, dat is toch wel, uh, wel opvallend. Dat is ook niet uh, iets wat ik van, van Koopmeiners had verwacht, moet ik zeggen. Ik kom toch een beetje over als nou, de ideale schoonzoon die uh, nou, altijd gewoon ja en namen zegt, uh, als het ware. Maar ja, volgens Gasparini, de trainer, wil hij uh, uh, niet meer trainen, niet meer spelen. Uh, en heeft hij eigenlijk ook gewoon aangegeven van, joh, ik wil naar Juventus en als dat niet gebeurt, dan, uh, dan ga ik muiten. Uh, dan moeten we er wel bij zeggen dat we natuurlijk het verhaal van Koopmeiners nog niet hebben gehoord. Hè, dus dat we nee. nog niet ja, zijn kant van het verhaal weten. Maar, trainer. Uh, maar opvallend is het wel. Ja. Ja, want als de trainer dit zegt, uh, het is het toch iets anders dan, dan dat er in de media een gerucht uh, hierover verschijnt. Uh, maar hem zou zijn beloofd uh, dat hij, uh, eigenlijk al eerder in de zomer, dat hij de transfer zou mogen maken. Uh, maar Gasparini zegt nu, ja, dat komt uh, eigenlijk helemaal niet in onze plannen voor en uh, we willen hem gewoon uh, behouden. Volgens mij een bot van 60 miljoen uh, van Juventus was ook al afgewezen. Dus dat geeft ook wel aan dat uh, Atalanta uh, ja, niet bereid is om hem zomaar te laten gaan. Nee, maar je bent een club waar, waar spelers uh, komen... Uh... Ja, door uh, ontwikkeld worden en dan meer geld opleveren, zou je denken. Ja. Uh, in, in een uh, mooi, fris systeem. En uh, sommige spelers komen er beter uit dan bij andere clubs. Maar uh, ik had niet verwacht dat de club was uh, ja, die spelers niet laat gaan en die het ook uh, kan veroorloven. Toch? Dat was ja. vooral ja. 60 miljoen af, afwijzen. Nee, zeker. Maar ik, ik denk dat dit gewoon een, een, een spel is. Hè? Wat je ook wel vaker ziet in de transferperiode... Dat een speler gaat muiten en dat een club dan zegt van nee, we laten die niet gaan. Uiteindelijk wordt daar meestal wel een compromis gevonden. Alleen ja, soms moet het hard gespeeld worden door, door beide partijen, denk ik. Uh, waardoor ze er misschien allebei iets beter uitkomen. Uh, ik verwacht eigenlijk, als hij die transfer wil maken, uh, Koopmeiners, dan, uh, dan gaat hij dat ook wel doen. Uh, het is een beetje de vraag voor hoeveel geld natuurlijk. Hè? Maar Atalanta zal daar zeker niet slechter van worden. Want uh, nou ja, met zoveel geld kun je ook weer uh, goede investeringen doen. Kun je weer nieuwe spelers halen. Volgens mij hebben ze de afgelopen jaren wel uh, bewezen dat ze dat kunnen. En nou ja, Verkoopmijner zou dat een hele mooie stap zijn, denk ik, naar, naar Juventus. Sowieso een grotere club. Uh, misschien de afgelopen jaren niet uh, nou, zo goed gepresteerd als wat we van ze kennen. Hè? Dat ze uh, volgens mij uh, negen keer achter elkaar kampioen zijn geworden. Uh, die tijd ligt er wel even achter ons. Maar ja, verkoopmijners is wel nog een mooie stap. Ook, ik denk ook wel richting Oranje. Hè? Als je bij Juventus zit, uh, nou, Europees actief bent, wat hij met, met Atalanta ook al heeft gehad. Maar Juventus is toch net meer wat ja, statuur, zeg maar, net wat grotere club. Ja, dat je ja. je daar kan laten zien en misschien dat hij dan ook die staprichting van Oranje kan maken. Het is ook wel een ideaal instapmoment inderdaad. Wat je zegt, ze willen echt terugkomen en uh, weer kampioen ja. worden. Uh, dat is natuurlijk uh, lekker. Uh, want ook Juventus uh, heeft te kampen gehad met inderdaad zo'n syndroom van uh, bij Bayern... dat iedereen het gunt dat je geen kampioen meer wordt. Ja. Nu is het andersom toch? Nu, nu hebben ze eigenlijk de gunfactor. Ja, wel een beetje. Ja, ja gek is dat eigenlijk. Ja, we Bayern natuurlijk ook nu, hè, met, met ja. Bayern Leverkusen wat, wat kampioen is geworden. Maar op een gegeven moment werd dat ook wel een beetje saai. Ja, dat, dat ze eigenlijk ieder jaar dat je het wel kon invullen. We uh, moeten oppassen dat dat niet in Engeland gaat gebeuren hè, met City. Dat die echt ieder ja. jaar uh, ja, kampioen gaan worden. En dat en Arsenal, Arsenal altijd nog komt. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, dat die iedere keer weer hoop hebben dat dat ja. nog kan gaan lukken. En dat het toch weer City wordt. Uh, ik denk dat dat toch voor de competitie het leukste is. Als we ook in de Serie A. Uh, naar nou, ieder jaar of bijna ieder jaar in ieder geval een andere kampioen dus dat er in ieder geval een beetje spanning is met uh, Inter, AC Milan, uh, Juventus. Uh. Uh, gunfactor weet ik niet hè. Juventus is toch wel een beetje de meest gehate club van Italië volgens mij in ieder geval buiten Turijn. Ja. Uh, dat, dat zal niet zo heel snel veranderen, maar nou, misschien buiten Italië dat ze dan wat meer uh, de gunfactor hebben. Misschien ook in Nederland, hè, Als ik ook mijners daar gaan spelen. Ja, zeker. Hey, en een soortgelijke transfer van uh, dezelfde grote. Alexander Buetner, uh, gaat, nou, gaat dus, uh, Hij gaat uh, naar uh, Vitesse van uh, de graafschap. Uh, ja, het is een mooie uh, transfer. Uh, maar hij is ook al 35. Hè? Uh, ja, is het niet verrassend dat Vitesse dan zo'n speler binnenhaalt? Of zal die ook niet ja, uh, heel veel geld gaan verdienen daar, denk je? Nee, dat denk ik niet. die heeft in zijn carrière al zoveel geld verdiend. Die heeft in hem een prachtig huis neergezet. Misschien iets te megalomaan, zeg maar. Dat is gewoon aan een dorpstraat eigenlijk daar. En daar staat echt een kast van een huis. Dus die heeft wel genoeg geld binnengehaald. Ik denk ook niet dat hij verwacht van Vitesse dat hij daar heel veel geld gaat verdienen. Maar dit is gewoon zijn club. Hij heeft natuurlijk ook vaak bij de graafschap gezegd dat dat zijn club is. Omdat hij daar uit de buurt komt, maar... Ja, bij Vitesse ja. is hij doorgebroken, heeft hij hele mooie tijd meegemaakt. Ook onder John van der Brom, hè, de huidige trainer. Uh, waarvan hij ook zegt dat hij daar heel veel aan te danken heeft uh, nou ja, om weer met hem te mogen werken. Uh, bij een Vitesse dat in opbouw is, dat denk ik uh, ervaren spelers heel goed kan gebruiken. Want uh, Buutner is 35, maar uh, ja, is echt nog niet versleten. Is gewoon een goed fit en uh, kan echt nog wel waarde hebben voor Vitesse. Uh, ja, dat is superbelangrijk als je nu kijkt naar de selectie. Uh, dan is de oudste speler na Buurtner 22 jaar. Dus dat, dat geeft wel aan dat ze wat uh, ja, ervaren spelers kunnen gebruiken. Ik denk dat er zeker vandaag en morgen nog uh, spelers gaan kopen daar. Proefspelers die ze gaan vastleggen. Um, maar het ja, is nog wel wat nodig natuurlijk. En dan is een ervaren speler zoals Buutner ja, super belangrijk om, om in je selectie te hebben. Hè. Ook in de KKD, waarvan ervaren spelers ook al uh, schaars zijn. Ja, dan is het voor Vitesse alleen maar goed dat ze Buutner hebben kunnen halen. Ik denk wel een mooie stap voor hem. Maar ik snap wel dat ze bij de gaafschap, zeker de supporters, daar, daar niet zo heel blij mee zijn. Want hij heeft volgens mij ook eerder een keer aangegeven dat hij zijn carrière daar wilde afsluiten. Ja, dat is kan niet nog. helemaal gelukt. Kan ah, nog ja. wel, ja, ja wie ja, weet. Ja, ja. Weer terug naar de gaafschap. <laughs> ja. Hey, ja, maar ja, Vitesse is inderdaad uh, bezig met een selectie op te bouwen. Ja. Ze hebben er nog niet heel veel lopen. Um, ja, ze, ze gaan verder wel heel erg focussen op, op die jeugd, toch? Uh, mag ik hopen. Ja, dat, dat denk ik wel. Dat moet ook wel. Hè? Er zijn natuurlijk proefspelers die eigenlijk de hele voorbereidingen hebben meegedraaid, alleen die konden geen contract krijgen vanwege ja. de situatie. Nou, nu kan dat wel. Volgens mij, Dylan werft het daar ook nog tussen, hè? nog wel een bekende naam. Ja. Die zullen allemaal worden vastgelegd. Dan, dan hebben ze een, nou, in ieder geval een paar namen staan. Hè? Want ze hadden volgens mij een selectie van elf man toen dat nieuws bekend werd over de licentie. Nou, daar kunnen ze in ieder geval door. Uh, maar er zal voor, voor 2 september nog veel meer gaan gebeuren, denk ik. Ook spelers die niet op proef zijn geweest. Ja, dat er in ieder geval weer een selectie staat waar je de competitie mee in kan want uh, ja als je ziet wat er nu staat ja dan moet je al lang blij zijn dat je een, een elftal kan ja. opstellen en, en dan uh, drie spelers of vier spelers op de bank hebt ja anders zullen al die supporters denken het is helemaal prima <laughs> Er zijn al dat bij, denk ik blij uh, ja, met ja, spelers ja, die, nou die wedstrijd tegen Telstra natuurlijk ook ik denk dat uh, ja. niemand uh, dat iets zal interesseren als we daar met Rino verliezen uh, ja, dat het feestje, feestje wordt gewoon op de tribune. Ja, ja precies. Ja. Ja. Volgens mij mensen komen mensen ook in het geel-zwart uh, naar die wedstrijd toe. Ja. Uh, ze hopen op een uitverkocht huis. Uh, nou, dat zou bij Vitesse sowieso al uh, knap zijn, natuurlijk. Als ja, helemaal tegen Telstar. En ja. in de eerste divisie, hè, want als je die seizoen ja. uitverkoop ziet nu, dat gaat richting 9000 volgens mij. Ja, ja dat is superknap natuurlijk uh, in de eerste divisie. En ik denk dat dat uh, tegen Telstar gewoon een feestje gaat worden hoor. En of dat nou 0-0 uh, nou, wordt of 3-0 uh, of 0-3, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Nee, uiteindelijk. Uh, ze zijn natuurlijk wel kritisch in Arnhem. Hè, dus uh, misschien uh, na tien weken onderaan bungelen... <laughs> zal het, uh, ja, het wel het, een het beetje zal wel zo'n fase zijn inderdaad. Ja, ja, dat ze ja. nu blij zijn dat ze er zijn... maar dat uh, nou, op een gegeven moment ook het voetbal weer gaat tellen. Ja. Uiteraard. En uh, zo wordt het ook. Hey, uh, de laatste transfer uh, de, die stond op drie bij het Meest Gelezen op 4.nl. Toch wel opvallend. Uh, het, het is misschien in verhouding uh, tot alles een klein bier... maar alles uh, wordt lekker aangeklikt. En ook wel een mooie stap natuurlijk voor Van Oeidonk, want die kan in Italië blijven. Sidney uh, van Ooydok hebben we het dan uh, over. Cesena gaat hij heen. Nou, dat is dan niet de club uh, die meteen in je hoofd komt uh, als je aan Italië denkt natuurlijk. Maar uh, er staat wel iets moois te gebeuren, hè? vertelde je net. Voordat ja, vanaf ja, gaat dan, ja, ja, de... ja, die zijn uh, gepromoveerd vanuit de Serie C. Hebben een Amerikaanse eigenaar. Nou, Amerikaanse eigenaren zijn normaal gesproken uh, nou, een beetje garantie voor problemen. Maar blijkbaar gaat het uh, daar wel goed. Uh, gepromoveerd naar de Serie B. Uh, zijn ambitieus. Willen naar de Serie A. Uh, nou ja, als je kijkt naar Italië, wat daar de afgelopen jaren is gebeurd, dan kan dat ook. Hè? Want er zijn er genoeg clubs uh, afgedaald naar volgens mij de serie D en ook wel opgeklommen. Dus dat, dat ja. is daar allemaal mogelijk. Hè? Wat we in Nederland helaas niet hebben met die uh, open piramide. Uh, dus dat kan daar wel. Als je gewoon ambitieus bent en je wil uh, nou, voor veel geld spelers halen, uh, dan is dat mogelijk. Hè? Wat bij Como ook is gebeurd eigenlijk, uh, dat ambitieuze project met, met Fabrikas. Uh, nou ja, die zijn nu ook in de serie A, dus die kunnen dat ook gewoon laten zien. Uh, maar voor Van Ooyden ook wel een mooie stap, denk ik. Uh, hij wilde heel graag ja. in het buitenland blijven. Hij uh, had niet per se een voorkeur voor Italië of een ander land, maar in ieder geval niet de Eredivisie. Hè, want er, er waren ook wel wat clubs die hem op het lijstje hadden staan. Maar ja, hij wilde in het buitenland blijven. Uh, Serie B voor hem, denk ik, wel een mooie competitie. Hè. Bologna toch niet helemaal ervan geworden wat we ervan hadden verwacht. Een paar keer verhuurd geweest ook. Nou, daar eigenlijk nooit uh, een vaste waarde geworden. Nou, nu kan hij het een niveautje lager proberen. Ik denk voor hem wel de perfecte competitie om, uh, om zich te laten zien. Wat ook uh, nou ja, veel Nederlanders hè, de afgelopen jaren die daar hebben gespeeld. Tom van der Looij uh, schiet me uh, ja. te binnen. Cas Odertal, uh, ex-NEC natuurlijk, die daar uh, ook heeft gespeeld. Dus wel een interessante competitie voor, uh, voor Nederlandse spelers. En voor Van Hoorn ook te hopen dat hij uh, nou ja, daar heel veel doelpunten gaat maken. En misschien dan de volgende stap uh, kan maken. Ja, een uh, mooie avontuur uh, voor hem. Uh, dan bij jouw club. Go Ahead. Uh, nou ja, Marseille heeft uh, Roelie en ook De Lange binnengehaald. Dat was toch een opvallend bericht. Uh, nou, maar voor Go Ahead natuurlijk het allerbelangrijkste: dat de Silverflot uh, gewoon uh, binnenvaart, hè? Ja, ja, nou ja, gisteren was wel opvallend, want we waren toevallig bezig met, met Blackburn Rovers. Hè. Daar, daar zou die eerst naartoe gaan, daar, daar was ja. sprake van. Die hebben ook onderhandeld met Go Ahead. Uh, Ajax is ook nog even op de lijn geweest, uh, begreep ik. Toen kwam ineens Marseille daar uh, op de lijn uh, in de Franse media. Uh, wat toch wel een opvallend bericht was. Omdat Rouli hadden wij een dag eerder gemeld. dat hij ja. van Ajax naar, uh, naar Marseille zou gaan. voor 4 miljoen. En nou ja, zie je. Paul Lopez zit daar ook nog. Uh, ze hadden nog een reservekeeper. Uh, dus ja, dan vraag je je toch wel af. Van, wat, wat, wat steekt hij dan achter? Nou, het blijkt dat Paul Lopez die mag weg. Uh, en de reservekeeper die ze hebben, die is volgens Franse media geblesseerd. Dus dan, ja, is het misschien toch wel weer logisch. Uh, dat Roelie dan eerste keeper wordt en de lange tweede keeper, uh, maar ja, aan de andere kant de lange heeft ook eerder gezegd dat hij uh, echt eerste keeper wil worden en geen tweede keeper, dus ik ben wel benieuwd wat zijn plan uh, daarachter dan is. Aan de andere kant ja, Marseille is natuurlijk wel zo'n grote club, uh, daar kun je goed geld verdienen denk ik, uh, je kan daar een heel mooi leven in Zuid-Frankrijk. Ik denk dat dat ook iets waard is en hij kan er voor drie jaar tekenen. Nou, dat is natuurlijk ook een, een hele mooie stap voor hem. En ja, voor Go Ahead wat je al zei is dat natuurlijk heel prettig dat ze nou, volgens mij 2 miljoen plus bonussen uh, binnen gaan krijgen. En uh, de, volgens mij de totale transferinkomsten... gaan al richting uh, nou, 8, 9 miljoen euro uh, deze zomer. Wat voor go-ahead echt... Uh, ja, dat zijn bizarre bedragen. Volgens mij de afgelopen 10, 15 jaar... hebben ze dat bij elkaar niet verdiend. Nee, komt er voor de trainer nog wat binnen? Want die is natuurlijk naar nou, Manchester United gegaan. Ja, ook nog. Ja, 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 je zou het bijna vergeten inderdaad. Ja, René Haken richting Manchester United. Die moest ook gewoon betalen. Dat, uh, nou, er stond wel een clausule in zijn contract... Uh, ik weet niet precies wat die clausule inhield, misschien van als men United zich meldt, dan mag ik weg. Dus uh, ik snap wel dat ze daarmee akkoord zijn gegaan. Maar in ieder geval uh, zijn we, uh, ja, ja. ja. nee, ja. we een paar ton. Uh, ja, ja, Nee, een paar ton voor ontvangen. Dus dat is moet toch uh, ook nog wel tellen. Is toch aardig. Wat voor uh, René Haken die zichzelf rehabiliteerd heeft bij Go -Ed. Dus ja, daar, Zeker, dat je misschien niet ja. zin ja. aankomen. Nee, ik denk het niet. Nee, nee. normaal gesproken is zo'n clausule. Daar, daar ga je wel vrij makkelijk mee akkoord. Hè? Als er iemand dan nou, vanuit uh, Utrecht, waar die toen ontslagen was, ja. binnenkomt, ja, dan heb je zoiets van: joh, prima. Um, maar ja, voor een hele mooie stap natuurlijk. Hè? Ik denk dat die daar zo hoog uitkijkt. Ja, hey, en de Servië is uh, iemand die uh, keepers wisselt, hè? Uh, Brengt dat wat hoop voor de Lange misschien? Dat ja, misschien die is daar tegenstander... een afspraak over gemaakt. Ja, 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 dat ja. zou natuurlijk nog kunnen. Hè. Op de een verbessing manier bij BRV bij natuurlijk met Noppert ja. en Van der Hart. Bij Brighton hadden... natuurlijk bij Verbrugge en die, die stiel werden, werden afgewisseld. Ja. Um, terwijl Verbrugge toch ja, bovenuit leek te steken. Maar hij bleef ze afwisselen. Dus nou ja, dat kan hij misschien wel verwachten. Zo ja. mooi zijn. Ja, het is wel opvallend natuurlijk. Hè. Veel trainers die dat doen. Daar wordt toch al vaak over geschreven. Van, wat ben je nou eigenlijk waar ben je mee bezig? Volgens mij Noppert had bij Heerenveen ook al gezegd van ja, ik heb hier wel een mening over. Nou, dan weet je ook wel uh, hoe hij daarover denkt. Ja, ik weet niet of het al te handig is als trainer om echt met keepers te gaan wisselen. Het is toch wat anders dan een respect die je nou, één wedstrijdje uitprobeert en als het niks is dat je hem weer eraf haalt. Uh, ik denk dat je bij keepers toch wel ja, snel naar een vaste keuze toe moet. Ja, ja. Maar ja, hij is 26 uh, volgens mij te lang. Hoe oud is hij? Ja, volgens mij 27 zelf. Nee. 27, ja. Ja, dit is wel ja, het moment misschien om ergens juist uh, wel te gaan spelen. Of je of ja, ik snap het wel, ik verzilver het. Hij is toch 26, heb je gelijk. Oké, oh, oké. Okay. Ja. Okay, okay. nou, ik zoek het even snel op, <laughs> ja, voordat ja. we hier uh, onzin gaat verspreiden. Zeker. Nou ja, ja je, je kan natuurlijk uh, kiezen tussen spelen en, en inderdaad tweede keeper worden bij <coughs> zo'n enorme club en dat mee te maken. Ja, het, wat je zegt, het, het leven is natuurlijk uh, geweldig. Maar ja, ik denk dat hij wel ergens eerste keeper kan zijn, toch? Ja, iets, zeker. Iets ja, ja. Lager. Ja. Nou, waar we het laatste keer over hadden met Pieter natuurlijk. Hè, de de, de lange lijst, is een vrij ja. complete uh, keeper. Die, die kan best wel veel. Is ook sterk aan de bal. Uh, is gewoon rustig. Is een uh, goede shotstopper, noemen ze dat dan. hè nou, hij bent, dat heeft hij bij, ja, Daar heeft hij zich bij Go Ahead wel echt in ontwikkeld. Uh, ik denk dat hij bij Blackburn Rovers sowieso eerste keeper was geworden. Ja. Uh, bij Ajax niet. Daar stond hij ook op de lijst. Daar had hij dan uh, een tweede man kunnen worden. Achter ofwel Ramai of, of, uh, of Pasveer. Ja. Uh, dat zag hij wel zitten, maar volgens mij heeft Ajax niet echt doorgepakt daarin. Omdat het natuurlijk ook onzeker is van wat er met die andere keepers gaat gebeuren. Want als uh, Roelie wordt verkocht, hebben ze altijd Rabar nog die daar ook achter zit. En Jay Gorten natuurlijk, je zou bijna vergeten dat hij er ook nog is. Uh, dus ja, maar als Marseille dan op de lijn komt, dan snap ik ook wel dat hij zoiets heeft van: nou dan ga ik dat doen. Ja. Uh, en meestal is het zo bij die clubs dat, dat ze ook vrij snel wel weer afscheid nemen van iemand als het moet. Uh, dus ja, als je daar voor drie jaar tekent, wil niet zeggen dat je daar ook echt drie jaar zit. Nee, hey, en uh, Gorter bespraken we inderdaad ook in die live show. Je noemde hem net nog. Is het een optie als uh, eerste keeper nu voor Go Ahead? Als, als verhuurconstructie of, of definitief zelfs? Uh, zou zeker kunnen, ja, denk ik. Ik weet niet hoe hij daarin staat. Uh, maar Go Ahead gaat zeker nog wel op zoek naar een uh, extra keeper. Hè? Luca Plochman, die krijgt nu uh, daar de kans. Uh, maar daarachter zitten twee jongens van 19. Ja, je moet natuurlijk niet hebben dat Plochman uh, geblesseerd raakt. En ja, dat je daarmee de competitie in moet. Dus uh, dat is nog wel een risico. Uh, Plogman heeft het goed gedaan bij Dordrecht. Hè? Verhuurd geweest, uh, gewoon prima laten zien. Ja. Krijgt nu de kans in de Eredivisie. Want ja, die, die, die keeper ga je sowieso niet aantrekken voor de eerste wedstrijd. Uh, dus ik denk dat Gorto echt wel een, een kandidaat is. Ik denk nou, als hij dat wil, dan, uh, dan kan hij echt wel eerste keeper worden bij, uh, bij Go Ahead. in de Eredivisie. Want uh, toen hij daar wegging, was het natuurlijk nog de KKD. Uh, en voor hem wel heel belangrijk om ergens te gaan spelen. Hè? Want die, uh, die stap naar Ajax is. Ja, niet zo succesvol geworden als hij had gehoopt. Ik kan me nog die wedstrijd ja. tegen PSV herinneren toen uh, in de Johan Cruijffschaal. Waarin hij ook een paar keer in de fout ging. Ja, het is toch wel uh, pijnlijk geweest. van uh, een paar keer bij Jong Ajax mogen laten zien volgens mij. Maar uh, nee, ik denk voor Go Ahead zou dat een hele goede optie zijn. Ja, zeker. Ik, ik, volgens mij staat hij ook wel ergens op een lijst daar. Um, maar het is nog niet zo concreet dat hij, uh, dat hij al weg is daar naartoe of zo. Want ik denk dat ze ook wel meerdere kandidaten hebben. Maar voorlopig is het Plogman uh, die het mag gaan doen. Ja. Zeker. En hey, dat sluit allemaal naadloos aan bij de wedstrijd van vanavond natuurlijk. Uh, Ajax tegen Panathinaikos. Uh, het is een uh, iets betere tegenstander dan uh, Dina, uh, dat zeker. Uh, we hebben wat ex-Eredivisie-spelers, zoals uh, Villenia, Schenkeveld, Jurisic, uh, Filip Max. Maar die gaat volgens mij nog niet spelen, die, die, die gaat er ook heen. Uh, uh, Limios, Kante uh, Piedra. Nou ja, uh, heel veel jongens uh, van dat niveau. Um, het, het, het is geen subtopper. Uh, waar zou je het moeten, moeten inschalen? Europese middenmoot misschien zoiets. Uh, of daaronder? Nog? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ik heb toevallig uh, Olympiakos ook in actie gezien in, in de voorbereidingen, de Conference League winnaar. Uh, dat is wel een niveautje hoger, denk ik. Als, ja. uh, als je kijkt naar de, naar de marktwaardes van de spelers. Uh, maar Ik kan iets goed inschatten, eigenlijk waar die spelers uh, uit de eredivisie, zeg maar, waar, waar die nu zouden spelen in de eredivisie. Beroet zo'n schenker. Wat voor niveau zou hij aan kunnen? Zou hij bij AZ mee kunnen? Of is dat Utrecht een... misschien. Ja, zoiets? Utrecht zou misschien wel zoiets zijn. Ja, ja. Dus als je dat een beetje als niveau uh, inschaalt, ja. misschien net iets hoger, dan wordt dat wel echt een test voor, uh, voor Ajax. Uh, ik denk voor, voor Dina, ja. dat was niet echt een hele serieuze tegenstander. Daar, daar wonnen ze toch wel uh, vrij eenvoudig van. Uh, al was het niet altijd even sprankelijk. Maar uh, uiteindelijk heb je gewoon makkelijk uh, die volgende ronde behaald. Uh, maar dit gaat wel echt een andere, ander soort test zijn denk ik, hoor. want dit is wel echt een serieuze Europese wedstrijd voor Ajax, wat nou, ook nog in opbouw is. Farioli zei al van voorlopig zijn we nog niet klaar met bouwen. Uh, gek is dat ook niet, omdat er nog heel veel moet gebeuren op de transfermarkt. Uh, ja. Maar ja, dan is dit wel, uh, nou, denk ik wel een grote test. Ik, ik, ik zou ook niet zomaar willen zeggen dat ze, dat ze doorkomen. Nee, nee, en uh, zonder te beginnen over uh, heksenketels in, uh, in Griekenland, et cetera. Uh, maar er kwamen al wat berichtjes van: uh, ja, dit betekent veel uh, voor Palatinaikos. En ja, ik, ik weet het allemaal <laughs> niet. Maar uh, het is hier ook belangrijk voor hun coëfficiëntenstrijd, uh, las ik. Toen dacht ik, die ja, die ja, Michel ja, Abing ja, hebben Ja, Het bewustzijn is daar wel, uh, wel hoog. Ja. Ik weet niet of ze een Griekse Michel Abing hebben, maar die. Uh, ja. Ja, die zal daar wel eventjes de boel hebben wakker geschud. Want uh, volgens mij is dat ook nu... omdat ze al wat, wat punten zijn kwijtgeraakt... Hè? dat ze een, een plekje hebben moeten inleveren op die ranglijst. Ja, dan wordt dat toch ineens wel belangrijk... Ja. als je kijkt naar je competitie... en hoeveel plekken je dan overhoudt uh, Europees gezien. Dus uh, nou, dan is voor Panathinaikos wel, uh, wel handig... als ze doorkomen en die Europa League uh, behalen. Maar ja, ook voor hen is het natuurlijk Ajax... gewoon een, een, uh, een ja. hele uitdaging, denk ik. Dus ja, het zal een beetje een 50 50-50-strijd uh, worden, denk ik. Ja. Toch heb ik niet het idee dat echt Griekenland ermee bezig is. Maar uh, dat Michel uh, Albin gewoon het berichtje heeft getikt, denk je niet? Dat zou kunnen, ja. ja, ja dat hij een soort Grieks uh, burner-account heeft. En, uh, <laughs> ja, ja. Precies. Hey, en ja, het is natuurlijk bij Ajax een beetje de vraag of uh, Traoré uh, meer minuten kan maken. Het begint allemaal iets meer uh, vorm uh, te krijgen. Um, ja, van wie verwacht je het meest eigenlijk bij, bij Ajax? Uh, nou, ik hoop eigenlijk dat Berghuis start. Ik vond hem heel goed invallen tegen Voordina in die uitwedstrijd. Ja. Uh, je zag dat hij echt meteen iets bracht, hè? dat hij ook iets met dat elftal deed. Uh, dat hij heel veel ballen kreeg en daar ook iets goeds mee deed. Maar ja, dan merk je merkt wel dat dat elftal uh, hem ook wel vertrouwt daarin. Um, Traoré ben ik ook wel benieuwd naar als hij gaat starten. Um, Rasmus er is er natuurlijk niet bij, hè? ligt geblesseerd. Klopt. Die stond daar de afgelopen twee wedstrijden aan de rechterkant. Nou, Traoré is in principe uh, gehaald voor die plek. En ik denk ook wel dat hij op termijn gewoon basisspeler gaat worden. Uh, nou ja, hem aan de rechterkant, Berghuis daarachter op het middenveld. Dat, dat lijkt me toch wel interessant om, uh, om te zien. Ja, verder, uh, ik, ik denk dat hij redelijk dezelfde basis gaat houden. Lijkt me ook niet handig als je nu in één keer de boel weer gaat omgooien. Dus uh, ja, verder zal het uh, redelijk hetzelfde blijven. Misschien op het middenveld nog een, een wijziging. Uh, nou, verder gaan we het zien. Ik ben vooral benieuwd naar Berghuis. Ik hoop dat hij gaat starten. Zeker, hey, en uh, ik ben benieuwd of hij de aanvoerdersband draagt, maar misschien uh, Henderson, daar nou, heeft hij nog geen keuze over gemaakt, ja, uh, ja. maar dat uh, gaan we inderdaad zien. Heb je een kleine voorspelling? Ehm, um, <laughs> ik kijk? denk eigenlijk dat het een oh, nipte nederlaag wordt in die uitwedstrijd en dat ze het dan thuis uh, ja. moeten afmaken. Uitstekend. Hé, hey, bedankt voor je tijd Sander, voor deze soort transfer talk, uh, voorbeschouwing en uh, go ahead talk. Dan spreek ik je ZSM. Yes.